Mag ik dan nu uitnodigen op het podium de winnaar van de Krukjespenning 2019, burgemeester Onno Hoes en juryvoorzitter Thomas Rauw. Nou, gefeliciteerd nu officieel. Dankjewel. Je krijgt hem zo meteen ook echt overhandigd. Welkom allemaal terug. Hier op het podium heeft iedereen zijn geluid goed zitten. Ja, ja. Hij hangt weer. En ja. De penning, kom allemaal even bij mij staan hier voor. Lekker vooraan. Hartstikke goed. Ja, ja, die kant. Oh. Ja. Gezellig dichtbij. Heel goed. Thomas, voorzitter van de jury. Ja. En ik wil natuurlijk weten, waarom heeft Koos gewonnen? Nou, misschien kunnen we beginnen waarom hij niet gewonnen heeft. Ah. Hij heeft niet gewonnen omdat hij die rechtszaak gewonnen heeft. Dat vind ik toch heel belangrijk. Het staat eigenlijk los van het winnen van de rechtszaak. Het hangt samen met het voeren van de rechtszaak. Want wij zijn als jury eigenlijk afgelopen jaar, volgens mij was het mei of juni, bij elkaar gekomen. Dus vrij vroeg. En toen wist nog niemand hoe dat helemaal uit zou pakken of überhaupt zouden winnen of niet. Dus het is niet toegekend omdat je de rechtszaak gewonnen hebt. Het is je ook niet toegekend omdat je over 14 dagen 60 wordt. Dankjewel. Dus waarom is het jou wel toegekend? Kijk, wij zeggen, kijk, het is Nicolaas Kruik, zeg ik toch maar even. En jij bent dochter Jacobus den Bonte. Kijk, hij was het mentale, stoomgemaal in die tijd. Hij heeft dingen voorzien en heeft dingen aangereikt om die gewoon te voorkomen. Nou, we zoeken eigenlijk altijd het mentale stoomgemaal. Maar in dit geval klopt dat eigenlijk helemaal niet. Want je bent zowel een mentaal stoomgemaal, maar je bent ook de mentale gids in deze maatschappij. Dat hebben we prima gezien. De waarden en de normen die voor jou belangrijk zijn, maken jou een mentale gids van Nederland. En wat jij gedaan hebt, ik denk, je hebt wat je ook net in die film zegt, je hebt de overheid op geattenteerd dat de overheid is en niet de onderheid. De overheid moet stoppen met ondernemen. En de overheid moet zich concentreren op haar basistaak, namelijk de zorgplicht voor de mensen waarnemen. Nou, dit is eigenlijk, zeg maar, in grote lijn. Nou, het staat hier allemaal in, dus we hebben niet 100 punten, maar 99. Die kunnen allemaal nalezen. Dus dat is eigenlijk de reden geweest omdat wij vonden dat jij dit jaar gewoon de Krukjespenning moet krijgen. Dankjewel. Ja? Heel erg. Is het nu zover? Of ja, dan de burgemeester mag de penning overhandigen. Ja, dankjewel. Jij gaat aan die kant staan. Dat je wel mee op de foto staat. Ja, of jij goed, zo. Goed. En dan ga ik hem nu officieel overhandigen. Van harte gefeliciteerd. Dank en een groot applaus voor je. Dankjewel. Dan moet je hem zo aan. Ja. En dan gaan we zo aan de fotograaf en de vader. Een beetje duurzaam. Ja. Ja. Een beetje duurzame bloemen. Zilterrozen. Ja. Goed, altijd het goed de tijd nemen voor de fotograaf is heel belangrijk. En dit is natuurlijk het juryrapport, wordt overhandigd door de juryvoorzitter. Als je nog handen over hebt, waarschijnlijk niet. Ik heb hem dragen. Weet je wat, we geven jou nu het woord, dat is helemaal voor jou. En dan neem ik mijn boek ook mee. En dan nemen wij de dingen mee die je even af wil staan. Ik zal er goed op letten. En dan is het podium voor jou. Je mag daar staan of waar je... Waar je maar wil. Ik pak even wat ik papier... Oh, je hebt papier bij. Ik moet even... Je was voorbereid. Goed, dan doen wij nu een kleine chargement. Advocaat is altijd voorbereid, toch? Zullen wij zo meteen weer even terugkomen met elkaar op het podium? Nou, ik vind om te beginnen heel erg bedankt, het comité van aanbeveling en de gemeente Haarlemmermeer. Het is wel wat ongemakkelijk om zonder toga ineens het woord te moeten voeren. Dus, dat is toch minder veilig. Ik wil toch ook wel zeggen van, ik vind eigenlijk dat de rol van de advocaat meer is om achter zijn cliënt te staan in de schaduw. Behalve als het tegenwind is, want dan hoor je ervoor te staan. Ook dat is ongemakkelijk, maar tegelijkertijd denk ik wel van, ik heb er wel heel jarenlang kapot gewerkt aan die zaak. En het is dan wel leuk dat het gezien wordt. Tegelijkertijd, en gewaardeerd, en tegelijkertijd, het is niet
een solo-voorstelling geweest. We zijn een team geweest door de jaren heen. Dus ik wil een paar namen wil ik dan toch noemen. Dennis van Berkel, de legal counsel van Urgenda. Onvermoeibaar fact-checker. Als ik af en toe denk van ik zie het pad, dan heb ik ook hoe het moet. Heb ik ook de neiging te gaan vliegen. En Dennis haalt me dan altijd weer even bij de grond van ja, maar de feiten zijn dan toch net even iets anders, Koos. Dat is misschien een ongemakkelijke waarheid, maar het is wel zo. Chris van Dijk, we kennen elkaar nog uit de tijd dat we opgeleid werden, allebei tot rechter in Den Haag. We zijn allebei overlopers. Jij zei ooit vuile deserteurs naar de advocatuur geworden. Hij zit bij Kennedy van der Laan Advocaten. Is een expert op het gebied van aansprakelijkheid. Maar hij is ook een rustige vriend met veel humor en veel wijsheid. En dat was af en toe hard nodig. En de laatste anderhalf jaar doet ook Frederik Vermeulen van Nauta Dutiel mee. Die gaat de cassatie doen, want zoals u weet is de staat in cassatie gegaan. En Frederik en zijn team hebben eigenlijk ook al in hoger beroep, om het allemaal een beetje voor te bereiden, al heel veel meegelezen, heel veel gedaan en ook heel veel wijsheid en creativiteit uitgebracht. En voor alle juristen eigenlijk geldt dat ze goed thuis zijn in het recht, maar vooral er ook mee kunnen spelen en het strategisch kunnen inzetten. Geen gevangene binnen de doolhof van het recht, maar iemand die erboven hangt en kijkt van hoe kunnen we de koers uitzetten. En van mijn eigen kantoor Marijn Kingma, die ook me op ontelbare momenten uit de brand heeft geholpen en ook altijd actief meedenkt. En ik wil toch ook mijn kantoorgenoten bedenken die moeten vaststellen dat ik nu al jarenlang eigenlijk niet beschikbaar ben voor een heleboel dingen waar ik wel beschikbaar voor zou moeten zijn. En die ook niet, misschien niet allemaal zo, al die uren niet allemaal in rekening gebracht kunnen worden en ook niet echt renderen, maar wel al 5 jaar lang zeggen dat ik dit moet doen, dat het belangrijk is. En dat er geen sprake van is dat ik op dingen tekort schiet. Allemaal heel veel dank daarvoor. Dat gezegd hebbende, we hebben nu in oktober weer gewonnen. Er zijn een paar punten die ik kwijt wil. Ik zal proberen, ik zie wel of het snel gaat of niet. Maar je ziet wel dat er heel veel commentaar is op de agendazaak. En in die maatschappelijke en politieke discussies over die klimaatverandering en daarmee over de agendazaak zijn er 3 discussiepunten die telkens weer terugkomen. En ik denk dat het goed is om de feiten nou eerst maar eens op een rijtje te zetten. Want ik hoor veel zin en onzin. En de eerste vraag is natuurlijk, hoe erg is dat nou eigenlijk, 2 graden opwarming? Dat is toch heerlijk? Nou, er zijn een aantal belangrijke punten van zorg. Als de gemiddelde temperatuur van de aarde 2 graden stijgt, dan is dat een gemiddelde. Daarachter gaan enorme verschuivingen schuil. Het weer wordt veel extremer, de patronen veranderen. De afgelopen zomer was nog maar een voorproefje. En door die droogte is op talloze plaatsen in Nederland de bodem zo sterk gaan inklinken dat in veel huizen scheuren zijn ontstaan. Grote vieren stonden zo laag dat het scheepvaartverkeer tot half december sterk werd beperkt. Akkerbouwers zagen hun oogst teruglopen. Elke akkerbouwer in Nederland kan u vertellen dat klimaatverandering nu al realiteit is. Elektriciteitscentrales konden geen koelwater meer innemen. Van de 18 warmste jaren die ooit zijn gemeten, zaten er 17 in deze eeuw. En de 6 warmste allemaal tussen 2010 en nu. De opwarming is momenteel 1 graad, maar lijkt te accelereren. En als we zien hoe de mondiale uitstoot zich momenteel ontwikkelt, en er toch nog maar even op vertrouwen dat de afspraken en toezeggingen van het Parijsakkoord, dat die nageleefd zullen worden, dan nog koersen we af op 3,5 graad, alleen al in deze eeuw. En loopt de temperatuur na 2100 nog verder omhoog. En om u een beetje perspectief te geven. Bij de vorige ijstijd, 20.000 jaar geleden, toen lag er een ijskap over ons land en de planeet had een totaal ander aanzien. En toch was de aarde gemiddeld toen ongeveer tussen de 3 en de 8 graden kouder. 3 graden opwarming maakt echt heel veel verschil. En ook de zeespiegelstijging accelereert. En daarover maken wetenschappers zich bijzonder grote zorgen. Het IPCC zal daarom aan het eind van dit jaar een special report uitbrengen. Want de ijskappen van Groenland en Antarctica die blijken namelijk op een heel andere manier te smelten dan altijd werd gedacht. Van onderaf. En daarom veel sneller. Die ijskappen zijn veel minder stabiel dan wij tot nu toe hebben gedacht. En we zijn er inmiddels ook achter dat de laatste keer dat de aarde ongeveer zo warm was als hij nu is, ongeveer 6 miljoen jaar geleden, dat de zeespiegel toen 10 tot 15 meter hoger stond dan nu. En dat kan alleen als reeds bij die temperatuur de ijskappen van Groenland en Antarctica deels verdwenen zijn. En de angst is dus of we niet ongemerkt al voorbij het point of no return zijn.
en hoe snel het vanaf nu gaat. In 2008 bracht de commissie Veerman advies uit dat in het ergste geval de zeespiegelstijging in wel eens 1,20 meter zou kunnen zijn in het jaar 2100. Dat werd toen weggehoond. Inmiddels wordt een zeespiegelstijging van 2 meter mogelijk geacht als we de doelen van het Parijsakkoord halen. Als we die niet halen, kan de stijging in het ergste geval 3 meter zijn in 2100. Maar de zorgen zijn niet eens 2100, maar wat er daarna gebeurt. Want de stijging accelereert op dit moment. Dus het KNMI wacht het nieuwe IPCC-rapport af en heeft daar trouwens ook een belangrijke rol. En komt dan met eigen nieuwe rapporten voor de Nederlandse situatie. En de nieuwe Delta-commissaris schreef eerder deze maand dat we onder ogen moeten zien dat de bewoonbaarheid van ons grondgebied wel eens problematisch kan worden. Omdat een zeespiegelstijging van 12 meter in het jaar 2500 niet het meest waarschijnlijke scenario is, maar het is wel een mogelijk scenario. En voor Nederland is dat een onmogelijke opgave. En wat gaat het dan voor onze economie, voor onze investeringen en voor ons land betekenen als de komende 30 of 50 jaar duidelijk wordt dat dit het toekomstscenario is? Dat is over de gevaren en de belangen die op het spel staan. En de tweede vraag die vaak gesteld wordt is dat de uitstoot van Nederland op het grote mondiale geheel niets uitmaakt. Wat wij doen is verwaarloosbaar, dat heeft geen impact. En dat is dan kennelijk bedoeld als vrijbrief om hier in Nederland maar helemaal niets te doen. Of in ieder geval te weinig, zolang niet andere landen minstens evenveel doen. En dat is een argument dat de regering heel nadrukkelijk heeft gebruikt in de rechtszaak tegen Urgenda. En het is waar. Landen als Canada, de Verenigde Staten, Rusland, Japan, China, India, Brazilië, Indonesië hebben allemaal veel grotere uitstoot dan Nederland. Dus rekenkundig gezien heeft de regering wel gelijk. Maar het recht is geen rekenmachine. En de rechter is ook geen boekhouder. Bovendien valt er wel wat af te dingen op die cijfers en hoe ze gepresenteerd worden. Als ik naar de officiële database kijk die het VN-klimaatverdrag gebruikt, die de Nederlandse regering gebruikt, dan kom ik tot heel andere inzichten. De meest recente versie loopt tot en met 2012, want het duurt nogal wat om die gegevens te verzamelen. Die bevat de uitstootgegevens van 208 landen. Dat zijn bijna alle landen ter wereld. Nederland staat volgens die lijst op de 34ste plaats van de landen met de hoogste uitstoot. Er zijn maar 33 landen die meer uitstoten. Dus met andere woorden, 174 landen hadden een uitstoot die nog onbeduidender is dan de Nederlandse uitstoot. Dus zo heel erg onbeduidend is die Nederlandse uitstoot dus niet. Er zijn 174 landen die nog meer reden hebben dan wij zelf om te roepen dat eerst de anderen maar eens wat moeten doen. En bovendien, dat China met 1,7 miljard inwoners of India met 1,3 miljard inwoners een veel grotere nationale uitstoot hebben dan Nederland met 17 miljoen inwoners, ja, dat is evident. Net zoals het evident is dat je ongelijke gevallen niet met elkaar mag vergelijken. Kijk ik naar de uitstoot per hoofdbevolking, dus per inwoner, dan levert dat het volgende beeld op. Van de 33 landen die een grotere totale nationale uitstoot hebben dan Nederland, zijn er maar 9 die ook een hogere uitstoot per inwoner hebben. En bij die 9 zit geen enkel EU-land, maar landen als de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië en de Verenigde Staten. In India bijvoorbeeld was de uitstoot per inwoner 2,5 ton. In China 8,8 ton. De gemiddelde EU-burger 9,05 ton. Nederland 12,31 ton. De gemiddelde wereldburger uitstoot van 6,52 ton. De gemiddelde Nederlander stoot dus ongeveer 5 keer zoveel uit als de gemiddelde Indiër. 2 keer zoveel als de gemiddelde wereldburger. 1,5 keer zoveel als de gemiddelde Chinees of de gemiddelde mede-Europeaan. En Brazilië, Indonesië en Japan, 5,59, 3,31, 10,66. Allemaal aanzienlijk minder dan Nederland. Nederland heeft dus een zeer hoge uitstoot per inwoner. En dat betekent dat Nederland relatief gezien een van de grootste veroorzakers van het klimaatprobleem is. Wij behoren tot de grootste boosdoeners, de grootste klimaatschadeveroorzakers. En Nederland zou dus bij welke invulling van het begrip rechtvaardig dan ook als een van de eerste zijn emissies moeten verminderen. Daar kom je dan toch niet onderuit door te roepen dat wij maar met 17 miljoen zijn. En dat ons uitstoot niks uitmaakt en dat wij lekker kunnen doorpaffen. China, ik zie meneer Rutte naar China gaan en zeggen, jullie moeten dringend iets aan je uitstoot doen, omdat wij anders onderlopen. Ik denk dat dat een lastig verhaal wordt. Het derde bezwaar is dat je steeds vaker hoort dat het zo duur is en dat er
draconische maatregelen, dat is de meest recente spinnende publicatie van de afgelopen dagen, dat draconische maatregelen nodig zijn om bijvoorbeeld die 25% te halen. Nou, ik heb het een beetje wat mijn research gedaan. Het PBL heeft uitgerekend dat als je niet schoksgewijs, maar geleidelijk aan, want dat is het goedkoopst. Dus uitstellen is duur, hè? Dat leert de agendazaak nu. Uitstellen leidt tot een veel hogere rekening. Maar als je nou geleidelijk aan doet, want dat is het goedkoopst, toewerkt naar een emissiereductie van 49% in 2030... dan moet je in 2020 al een reductie van ongeveer 26% halen als je vanaf 2015 begint, wat het van het rechtbankvonnis. En dat dit hele traject naar 2030 ongeveer tussen de 2,1 en 3,3 miljard per jaar kost. Dus op de rijksbegroting van 2018 zou dat dan een post zijn van 2, 3 miljard. Dat is 0,8% van de rijksbegroting. En ter vergelijking, de verwachting is dat in de periode tot 2030 de zorgkosten zullen stijgen met 35 miljard per jaar. En onze welvaart zal blijven stijgen, naar verwachting, met 150 miljard per jaar. Maar een fatsoenlijk klimaatbeleid is te duur, want dat kost wel bijna 3 miljard per jaar. We leveren, als we dat klimaatbeleid gaan voeren, misschien 0,3% een jaarlijkse economische groei in. Maar de jaarlijkse economische groei zit inmiddels ruim boven de 2%. Dus zelfs bij een adequaat klimaatbeleid worden we rijker. Onze welvaart blijft groeien. Wat is het probleem? De NRC publiceerde in de krant van 25 januari een staatje. 12 EU-landen halen in 2020 allemaal een reductie van 25% of aanzienlijk meer. Ook Polen, Frankrijk, Italië, Finland, België, Luxemburg, Kroatië en de EU-28 als geheel halen allemaal een grotere emissiereductie dan Nederland. En volgens mij zit geen van die landen aan de bedelstaf. Het kan dus allemaal wel, als je maar wilt. En je hoeft geen draconische maatregelen te nemen. Financieel en economisch is het heel goed te doen. Het is politieke onwil. Het politieke debat wordt niet eerlijk gevoerd. En daarom is Urgenda naar de rechter gestapt. Want de rechter luistert wel naar argumenten. De rechtszalen die wij in onze samenleving gecreëerd hebben, dat zijn eigenlijk de plaatsen waar ideologie wordt afgelegd en waar het gaat om de argumenten, zonder aanzien des persoons. En de rechter, die opgeleid is in een traditie van onafhankelijkheid en om te beslissen op de basis van de kwaliteit van de argumenten, die beslist dat aan de hand van de rechtsregels en de normen en waarden die wij in onze samenleving hebben afgesproken. En hij kijkt dat op basis van de feiten en de kwaliteit van de argumenten, wat er volgens het recht moet gebeuren. En u kent de afloop, al heb ik daar de prijs niet voor gekregen. Maar zowel bij de rechtbank Den Haag als het Hof Den Haag kreeg Urgenda gelijk. Dat die staat toch echt minstens 25% moet die reductie moet realiseren. En in politieke kringen en in sommige media wordt er schande van gesproken, van die uitspraak. De rechter is op de stoel van de democratisch gekozen regering gaan zitten. Hij is politiek gaan bedrijven. Het zou ongehoord zijn en zonder enig precedent, zoals de rechter hier heeft ingegrepen in de politieke besluitvorming. Nou ja, dat die beide uitspraken zonder enig precedent zijn, ja, ik vind het geen juridisch argument. Klimaatverandering is bovendien een probleem zonder enig precedent. En bovendien is het niet waar dat de rechter nooit eerder zo diep heeft ingegrepen in de politieke besluitvorming. En daar wil ik het vooral met u over hebben. Want ik hoop, het is dus een tamelijk juridisch verhaal, maar ik hoop wel dat het spannend is. Een beetje. Ik hoop in ieder geval te bereiken dat u beter begrijpt dan in de media nu staat hoe de Urgenda-uitspraken nu werkelijk in elkaar zitten en vooral hoe ze naadloos passen in ons rechtssysteem. En dan begin ik met terug, ongeveer een eeuw terug te gaan. Het begin van de 20e eeuw was een fase van grote transformaties. De industrialisatie was hier vrij laat begonnen, maar die kreeg toen zijn beslag. En dat betekende dat er een nieuw soort problemen ontstonden, waar het destijds bestaande aansprakelijkheidsrecht niet goed op aansloot. Een aanpassing van het aansprakelijkheidsrecht was dus dringend nodig, maar het was tegelijkertijd politiek zeer omstreden. En dat leidde tot een padstelling van een overheid die politiek inert was en niet de maatschappelijke problemen oppakte die zich steeds nadrukkelijker manifesteerden. U ziet misschien al het parallel. En in een tijdsbestek van 5 jaar, tussen 1914 en 1919, heeft de Hoge Raad toen 3 arresten gewezen die het destijds bestaande aansprakelijkheidsrecht fundamenteel hebben veranderd, waar we nu nog steeds op voortbouwen.
En daar kwam geen wetswijziging door de wetgever aan te pas. Sterker nog, twee van de drie uitspraken betroffen sterk gepolitiseerde onderwerpen. Het waren wat je noemt politieke zaken waar de Hoge Raad zich mee bemoeide. Net zoals je nu hoort zeggen dat het klimaatbeleid van de regering een politieke zaak is. En dat maakt die drie uitspraken dus actueel en relevant voor de agendazaak. En ik ga ze met u doornemen. In het oude BW staat er artikel 1275 en dat zei dat alle verplichtingen die niet nagekomen werden, losten zich uiteindelijk op in een verplichting tot het betalen van schadevergoeding. En omdat dat zo in die wet stond, werd aangenomen dat de rechter dus alleen kon veroordelen tot schadevergoeding en niet een bevel tot nakoming kon geven of een verbod kon opleggen. Maar in 1914, in het arrest Kieft Otjes, besliste de Hoge Raad dat als iemand eenmaal onrechtmatig had gehandeld, dan kon de rechter bij wijze van sanctie niet alleen schadevergoeding opleggen, maar ook een verbod voor toekomstige verdere schendingen. En dat artikel 1275 BW daarvoor geen beletsel was. In dit arrest, er zijn niet veel juristen die het kennen, maar in dit arrest werd dus de eerste steen gelegd voor preventieve rechtsbescherming. En in 1944 bouwde de Hoge Raad het verder uit. Dreigend onrecht was op zichzelf al voldoende om van de rechter een verbod op bevel te kunnen krijgen. En zo veranderde de rechter eigenmachtig het belangrijkste doel van het aansprakelijkheidsrecht. Dat was niet langer schadevergoeding wegens aangedaan onrecht, maar veel breder. Algehele bescherming tegen onrecht. Dus ook preventieve bescherming tegen dreigend onrecht. En dat de rechter ter bescherming van de rechten en veiligheid van burgers, meneer Hoes had het er ook al over, dat belangrijk is. Dus dat de rechter een bevel kan geven aan de staat ter bescherming van de rechten en de veiligheid van burgers, zo'n reductiebevel kan geven voor een minder gevaarlijk, minder risicovol klimaatbeleid, dat gaat dus terug op dit arrest. En pas in 1992 heeft de wetgever deze mogelijkheid van een verbod of bevel ook uitdrukkelijk in de wet opgenomen. Het tweede arrest is Noordwijkerhout-Guldenmond, 1915. En in dat arrest, dat is wel interessant, gaat het rechtstreeks en op het scherp van de snede over de verhouding tussen rechter en politiek. Want tot 1871 toetste de rechter het handelen van de overheid eigenlijk niet anders of terughoudender dan hij het handelen van burgers toetste. En politici vonden dat toch wel vervelend. En vanaf 1871 begon de Hoge Raad een nieuwe leer te volgen, namelijk dat het bestuur in het geheel niet aansprakelijk was als zij bestuurlijke taken vervulde. Want het bestuur werd al gecontroleerd door het democratisch gekozen parlement. Er was toen trouwens nog geen algemeen kiesrecht. En dan moest de rechter zich er niet mee bemoeien. Dus de trias politica kreeg als het ware waterdichte schotten. Als de politiek zich met een onderwerp bezighoudt, moet de rechter zich er niet mee bemoeien. En dat hoor je nu eigenlijk ook weer terug in de agendazaak. En misschien ging de Hoge Raad zich destijds een beetje terughoudend opstellen, omdat er een wetsvoorstel lag. En dat hield in dat er een gespecialiseerde bestuursrechter zou komen die exclusief over al het overheidshandelen zou oordelen. De burgerlijke rechter zou daar dus nooit meer over hoeven oordelen. Maar dat wetsvoorstel stagneerde, want het was politiek zeer omstreden. Want veel politici vonden, ja, nee, naast controle door het parlement is er geen plaats meer voor de rechter. En dat betekent eigenlijk dat er een periode ontstond waarin burgers eigenlijk geen enkele rechtsbescherming meer kregen tegen het handelen van de overheid. En in 1915 had de Hoge Raad er genoeg van. En wijst dan Noordwijkerhout-Guldenmond. En dan legt die artikel 165 van de grondwet in stellige en zeer principiële overwegingen al dus uit dat de rechter bevoegd is om ook over typisch overheidshandelen te oordelen, zolang de burger zich maar beroept op aantasting van een burgerlijk recht. Tegenwoordig zou je zeggen bijvoorbeeld het recht op persoonlijke veiligheid. Drie aspecten van deze uitspraak wil ik uitlichten. In de eerste plaats dat de Hoge Raad er dus niet voor terugdeinst om een beslissing te nemen in wat wij nu een politieke zaak zouden noemen. Een politiek zeer omstreden kwestie. In de tweede plaats dat de Hoge Raad eigenmachtig besliste dat het terrein van de politiek ook het terrein van de rechter is. Niks geen primaat van de politiek dus. Primaat van de wet, primaat van het recht. Dat is het verschil tussen democratie en een rechtsstaat. En daar spreekt dus een grote mate van constitutionele zelfbewustheid uit en autonomie van de rechter. De rechter ziet het niet als zijn grondwettelijke rol om voorrang te geven aan de beslissing van het bestuur, maar om het recht toe te passen, ook
als het bestuur de aangeklaagde partij is. En het derde punt is, dat is wat makkelijker, is dat net als in Kieft-Otjes de noodzaak om burgers rechtsbescherming te geven de werkelijke motor achter de uitspraak is geweest. De derde uitspraak is natuurlijk, ik zeg natuurlijk, want alle juristen kennen Lindebaum Cohen uit 1919. Het arrest is bij elke jurist bekend, maar dat geldt misschien niet voor de maatschappelijke achtergrond en context. Het was de tijd van het liberalisme. En de overheersende politieke ideologie was dat als iedereen nou maar zoveel mogelijk vrij is om zijn eigen belang na te jagen, dit zal leiden tot het grootste nut voor de samenleving als geheel. The Invisible Hand van Adam Smith en het nutsdenken utilitarisme van Jeremy Bentham en Stuart Mill. De overheid mocht daarom alleen de hoogst noodzakelijke regels stellen en alleen de door de wetgever op schrift gestelde rechtsregels werden aanvaard als rechtsregels. In beginsel was alles toegestaan. En onrechtmatig was alleen datgene wat uitdrukkelijk bij wet was verboden. En zelfs als het bij wet verboden was, bestond er alleen aansprakelijkheid als tevens sprake was van morele verwijtbaarheid. Dat zeer beperkte aansprakelijkheidsregime leidde zowel in Nederland als in het buitenland tot extreem oneerlijke concurrentie. En daarnaast bleek dat door de mechanisering en industrialisatie zich steeds meer en steeds ernstiger schadegevallen begonnen voor te doen. Zonder dat nou een duidelijk moreel verwijtbare gedraging kon worden aangewezen. Het is een schaalvergroting. Maar het mocht allemaal en niemand was aansprakelijk. En het leidde tot situaties die algemeen werden gezien als maatschappelijke misstanden. Velen wensten daarom een verruiming van het aansprakelijkheidsrecht, maar als gezegd, veel politiek verzet. Want ruime aansprakelijkheid zou volgens de heersende ideologie remmend werken op economische initiatieven, de Nederlandse concurrentiepositie in gevaar brengen en tot een geesel van het maatschappelijk verkeer leiden. Als ik dan tegenwoordig de argumenten hoor, level playing field, concurrentievermogen en dejuridiseren, we moeten af van al die regels, zijn het in feite weer dezelfde bezwaren, iets andere woorden. Ruime vrijheid, beperkte aansprakelijkheid, dat is goed voor de economische groei. En die ideologische tegenstelling, want inmiddels waren ook de kleine luiden en de socialisten de opkomst in de politiek, dat leidde tot de verlamming van de wetgever. In die politiek-ideologisch zeer sterk geladen maatschappelijke context wees de Hoge Raad Lindebaum Cohen. En hij besliste daarin dat het woord onrechtmatig handelen, uit artikel 1401 wetboek, een ruimere betekenis heeft dan alleen maar handelen in strijd met een door de wetgever opgeschreven wet. En ter verduidelijking wat er dan wel onder onrechtmatig moet worden verstaan, introduceerde de Hoge Raad de aansprakelijkheidsnorm van de maatschappelijke zorgvuldigheid. De Hoge Raad zei dat er naast de geschreven rechtsregels van de wetgever ook nog ongeschreven rechtsregels zijn. De ongeschreven rechtsregels van de zorgvuldigheid die wij in het maatschappelijk verkeer minimaal van elkaar mogen eisen. Uiteindelijk is ook deze norm in 1992 in de wet opgenomen. Maar wat de Hoge Raad toen in feite zei is dat alleen maar de wet van de wetgever naleven, dat is niet goed genoeg. Je moet ten alle tijden ook een beetje fatsoenlijk met de belangen van een ander omgaan. Ook als de wetgever zwijgt. De rechter eist dat van je. En de Hoge Raad plaatst zichzelf daarmee dus naast de wetgever als vormgever van de rechtsorde. Lindebaum Cohen is daardoor ook van grote betekenis voor de rolverdeling tussen rechter en politiek bij de inrichting van onze rechtsorde en onze samenleving. Een uitbreiding van die rijkwijde van het aansprakelijkheidsrecht was, als gezegd, in de politiek zeer controversieel. Net zoals momenteel bijvoorbeeld de aanpak van klimaatverandering. Politiek zeer controversieel is. En de tegenwerpingen van 100 jaar geleden, die ik net al noemde, worden ook nu weer in stelling gebracht. Maar dat was het politieke circuit. Want in de politiek mocht het dan wel controversieel zijn geweest, maar in de samenleving was de reactie overweldigend op Lindebaum Cohen. Het was een uitspraak waar velen naar hadden uitgezien. Die hadden alle voorpagina's en er werd door velen met gejuich over ontvangen. Wiarda, voor juristen een bekende naam, een rechter die zowel in de Hoge Raad als in het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft gezeten, die vertelde bijvoorbeeld later hoe zijn vader bij de tram stond te wachten toen iemand hollend en opgewonden zwaaiend met een krant op hem af kwam lopen. Meneer Wiarda, heeft u de krant al gelezen? Het arrest van de Hoge Raad over de onrechtmatige daad. Dus het onderwerp leefde heel sterk. Want het ging ook echt over een groot maatschappelijk probleem. Net zoals in Nederland met spanning werd afgewacht.
op de uitspraak in de agendazaak, die ook alle kanten heeft gehaald en daarna de hele wereld over is gegaan. Omdat steeds duidelijker wordt dat klimaatverandering een groot probleem is en dat de politiek door ideologische meningsverschillen inert is en dat probleem niet aanpakt. De beroemde jurist Molengraaf, die zeer grote voorstander was van deze nieuwe richting, die schreef in zijn nood onder het arrest dat de uitspraak inderdaad niet alleen gaat over de vraag hoe je het begrip onrechtmatig moet uitleggen, maar ook indirect over de rol die de rechter hiermee is gaan innemen als medevormgeving van de rechtsorde naast en niet onder de wetgever. En hij eindigt zijn bespreking: er is door ons hoogste rechtscollege zelden een arrest gewezen waarvan zo heilzame invloed op ons rechtsleven mag worden verwacht. En die verwachting is dik uitgekomen. En zelf ben ik ervan overtuigd dat de Nederlandse samenleving door Lindebaum Cohen rechtvaardig en sociaal is geworden. Want zoals een andere jurist in de jaren 50 schreef, wat de Hoge Raad eigenlijk gedaan heeft, is gezegd van onfatsoen is ook onrecht. Daarmee wordt de moraliteit ons recht binnengehaald. Wat is dan de link tussen Lindebaum Cohen en de urgentenzaak? Nou, dit. Er is geen wet, geen enkele door de Nederlandse wetgever geschreven rechtsregel die aan de Nederlandse regering een reductieverplichting oplegt. Ook niet voor 2020. Maar de rechtbank was het met Urgenda eens dat de maatschappelijke zorgvuldigheid die wij als burgers van onze Nederlandse regering mogen eisen, omdat die regering er voor ons is en moet zijn, dat de zorgvuldigheid die wij als burgers van de Nederlandse regering mogen eisen, de ongeschreven rechtsregels van maatschappelijke zorgvuldigheid, waaraan ook de overheid zich heeft te houden, wel zo'n verplichting inhouden. De rechtbank oordeelde daarom dat het onrechtmatig is, want in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid die de regering betaamt om de Nederlandse uitstoot minder dan 25% terug te brengen. Die 25% is volgens de rechtbank de absolute ondergrens van wat nog een aanvaardbaar Nederlands klimaatbeleid is. Ik heb niet de tijd om hier nu uit te leggen waar die 25% nu precies vandaan komt. Ik ben al lang niet klaar. Nou, dan kijk ik toch even of ik nog... Maak het gewoon af. Nou. Ik wist niet dat u het zo saai vond. Ik ga die 25% laat ik liggen, maar laat ik zorgen, die komt uit de internationale, Europese en Nederlandse politiek. Al 10 jaar lang wordt geroepen dat dat toch wel het minimum is. Daar heeft de rechter dan nu uiteindelijk de regering aan gehouden. Maar ik denk dat hij vooral aan gehouden heeft omdat op de achtergrond die gevaren zitten en die risico's. Als het gewoon maar over niks ging, over de hoogte van de uitkering, dan had het nooit zo gelopen. Maar die 25 is het absolute minimum om onaanvaardbare gevaren en risico's binnen aanvaardbare kaders te houden. Dus dan is de politieke vrijheid waar de regering zich op beroept, zo van ja, daar zou de politiek de richter niet over moeten gaan. Dat antwoord is niet goed genoeg. Want dat zei meneer Hoesveer, van als de veiligheid en het leven van burgers in gevaar is, dan moeten we alle zeilen bijzetten en desnoods stapt dan de rechtbank in de arena. Ik gun u dat de techniek die de rechtbank en het Hof gebruikt hebben eigenlijk dezelfde techniek is uit die 3 arresten die ik met u besproken heb. En er is technisch gezien zoveel aan de hand. Alleen de schaal waarop dit is gebeurd, de schaal van het probleem, is anders. En dat is ook een groot compliment wat de rechters verdienen. Zij zijn in staat geweest dit probleem, wat ontzettend complex is en heel veel facetten heeft, om dat te doorgronden, te snappen en te zeggen van ja, het ziet er wel moeilijk uit, maar eigenlijk is het probleem van dat type. En wij weten wel hoe we daarmee om moeten gaan. Het is een andere schaal, maar het is niet een ander soort probleem dan wij kennen. De instrumenten hebben wij al 100 jaar in onze gereedschapskist. Dat is er gebeurd. En dat is waarom internationaal gezien die uitspraak inmiddels ook navolging heeft gekregen. Omdat de redenering en de motivering buitengewoon overtuigend is. Het probleem is namelijk dat als je kijkt naar onze rechtsregels en onze normen en waarden, dan kan je niet tot een andere uitkomst komen. Als je de feiten, zoals ik ze in het begin naar voren heb gebracht, als je die bekijkt. Dus ik zou bijna zeggen, misschien is dat mijn laatste zin zijn. Nee, dan heb ik nog 2. Ik denk serieus dat we de zaak gewonnen hebben, omdat op basis van de feiten waarmee ik deze voordracht begonnen ben,
je eigenlijk niet tot een andere conclusie kan komen. Onze rechtsregels dwingen tot die uitkomst. En natuurlijk wisten de rechters dat dit gedonder zou geven. Maar ze hebben hun recht gehouden. Want ze hebben gezegd, dit is de uitkomst waar onze rechtsregels toe leiden. Het is wat het is. Dus nog één dingetje, dat is iets een lichtere toon. Ik ben dus niet onder de indruk van de kritiek op het vonnis. Vooral niet omdat in Amerika en Nieuw-Zeeland het vonnis geciteerd wordt en rechters die redeneringen overnemen. Soms aarzelend, soms minder aarzelend, dezelfde weg inslaan. Dan moet dat een goed vonnis zijn. En ik heb ook geen inhoudelijke kritiek gehoord. Dus alle kritiek is van de rechter had het niet mogen zeggen. Hij heeft gelijk, maar had het niet mogen zeggen. Waarom niet? Als die gevaren zo groot zijn. Mag de regering dan maar doen? En mag de rechter daar dan niets van zeggen als onze rechten en veiligheid in het geding zijn? Dus de zaak ligt nu bij de Hoge Raad. De staat heeft bij de Hoge Raad aangekaart. Dus laat de Hoge Raad er dan nu maar iets verstandigs over zeggen. Maar ik zeg nog wel, dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat Lindenbaum Cohen gewezen werd, die uitspraak. Sterker nog, morgen op de dag af, 100 jaar geleden. Zou het nou niet mooi zijn als de Hoge Raad dat eeuwfeest zou vieren met opnieuw een baanbrekende uitspraak waar heel veel heil van verwacht mag worden? Ik heb nog wel een suggestie en ze mogen me altijd bellen. Dank u wel. Ja.